de juiste tijd. Het is nu een halve minuut over twee. Dit is Vara Woensdag op twee. Dit is het moment waar jullie elke week naar uitzien. Hier is Simon Zebra. Is dat alles? Met mededeling, de schuurpapier is begonnen. Ja, mama, fijn. Dat zijn dus kinderen die elke week in Diergaarde Blijdorp zitten. En dan kijken ze eerst naar de beesten in hokken en dan gaan ze kijken naar de mensen in het wild. Zo is Kees de Kolibri ook klaar, dan kunnen we van start. Wat ik niet begrijp, alle kranten die stonden vol heel de kerstvakantie over vechtpartijen, kerstbomenjacht, toestand. Schiedam, ruzie met Rotterdam, honderden jongens, vooral jongens, slaags, grote rellen overal, duizenden kerstbomen door de politie in beslag genomen. Jullie doen daar niet aan mee in de kerstbomenjacht? Nee, ik steek rotjes af. Bij ons steek ze maar eens van vuurwerk af. Ik ook vuurwerk. Steek ik af. Ik heb nog geen vuurwerk. Ik weet niks waar ik kan kopen. Ik een beetje. Paai. Maar kerstbomenjacht, Goofie, doe je daar niet aan mee? Nee, eerst wel, vroeger. Een paar jongens uit onze straat, soms ga ik ook meespelen, gaan ze de kerstbomen pakken of takken die nog over liggen en dan gaan ze weer in de hand steken. Ja, ik ken er wel een paar verhalen over. Bij ons, bij mijn flat, met mijn oma, die hebben ze een kerstboom, die moeten ze altijd met kettingen vastzetten. Want anders jatten ze hem weg. Met alles erop en dan, ballen, piek, elektrische kaarsjes, alles. Want, maar misschien kunnen we even een Richardje bellen. 10, 85, 85. Ik zeg niks. Hallo. Hallo, met schuurpapier. Ja. Doe jij niet met kerstbomenjacht mee? Ja. Maar dat is mijn broer. Wat zeg je, Risatje? Dat is mijn broer. Die doet aan kerstbomenjacht mee. Jij niet? Ja, ik ook wel, maar niet zo heel erg. Ik heb net aan de kinderen van de schuurpapier verteld dat jij vroeger ook meedeed aan schuurpapier. En dat jij zo lekker onwijs galbakkie was, dat je vast mee zou doen aan de kerstbomenjacht. Maar dat is niet zo. Ja, ik vroeger wel, maar nu is er veel meer, nee, er is niet veel meer aan, hè. Waarom is er niks meer aan? Nou, het is nu zo, het gaat met hakbijlen en geweren en weet ik het allemaal eraf aan toe. Is dat echt zo? Ja, echt waar. Want ik ben er wel van op de hoogte. Want net zoals van Spannen, die is nou op het moment zijn ze aan het vechten met Schiedam. En dat gaat er slecht om toe, want hij ligt alleen in het ziekenhuis. Doe je broer mee met kerstbomenjacht? Ja, die wel. En vecht hij ook tegen Spannen? Nee, want dat is weer Krooswijk en Pijnakkerplein en het Oude Noorden. En die zijn van plan samen te gaan en dan Sophia naar Spangen te gaan en die weer de bomen afjatten. Ben jij of je broer wel eens een keer in elkaar geslagen? Nee, geen van mij. Maar hoe weet jij dat dan? Nou, ik hou het allemaal gewoon in de gaten en lees de kranten en hoor het van mijn broer en van anderen. Wat neemt je broer voor wapens allemaal mee? Ik hoor niet wat je zegt. Wat neemt je broer allemaal van wapens mee? Stiletto, mes of zo? Nou, geen stiletto, maar meer een grote end hout en zo. Heb hij wel eens een keer iemand neergestoken of in elkaar geslagen? Nee, ja, wel in elkaar gebeurd, maar neergestoken of zo, nee. Hij heeft wel eens goed op afgeslagen, maar meer dan ook niet. En waarom doen al die jongens nou mee? Ze hebben er niks aan. Met oud en nieuw, dan worden die kerstbomen verbrand, ja. En het gaat erom wie de meeste kerstbomen hebben. En je hebt van die maffets die dan gewoon jouw voordeel wil neersteken voor je kerstboom. Dat kan. Die heb je erbij.
Nou, oké, dat was het dan. Bedankt. Dag. Dag, Richard. Dag. O, dennenboom. O, dennenboom. Wat zijn je takken wonderschoon. Wat heeft de jeugd toch een plezier in kerstbomen. Het zijn natuurliefhebbers. Ja hoor, en plissigenten zijn kinderliefhebbers. Politie genomen, goedemiddag. Meneer, u spreekt met Goofie van jeugdradioprogramma De Schuurpapier. Zou ik van u de persvoorlichtingsdienst mogen spreken? Nou, een moment. Recherche. Ja, meneer, u spreekt met Goofie van jeugdradioprogramma De Schuurpapier van de VARA. Nou. Wij zouden u wat willen vragen over dat vechten tussen Spangen en Schiedam. Over die kerstboomjacht. Kerstboomjacht? Ja. Oh, maar ben je een meisje of een jongen? Zeg u? Een jongen? Jongen, ja. Oh, jongen, daar weet ik zo weinig van. Ik ben daar niet mee bezig. Nee? Nee, er zijn andere regisseurs druk mee bezig. En die zijn er momenteel niet. Dus ik kan je daar heel weinig over zeggen. En waar kunnen we die bereiken? Nou ja, die zitten normaal op dit nummer, maar die zijn er momenteel niet. Maar wat adviseren jullie bijvoorbeeld om te voorkomen dat dit soort vechtpartijen gebeuren? Hoe we dat kunnen voorkomen? Ja? Ja. Er zijn verschillende remedies voor natuurlijk, maar de enige juiste weet ik niet hoor. Weet u er misschien niet een paar zinnetjes of zo van? Een klein beetje? Een paar zinnetjes? Nou ja, heel eenvoudig hè, je moet geen kerstboom meer verkopen hè. De mensen moeten allemaal een kunstkerstboom kopen, dan heb je dat soort nadigheid niet meer. Ja. Dan kan je alle winkels ook dicht doen om te voorkomen dat de winkeldiefstal is voortaan. Dat zou je het ook kunnen stellen, ja. Maar zo'n soort zaken, daar is eigenlijk geen passende oplossing voor hè. Dit is gewoon een veten tussen de gemeente Rotterdam, een wijk uit die gemeente en dan een paar jongens uit een wijkje uit Schiedam. Ja. Waarschijnlijk wat gebeurd te zijn. Nou ja, daar zoekt men elkaar wel eens op. Ja, ja en dan, dan wordt het wel uitgevochten. Alweer niet met gebruikmaking van geweld. Waarom organiseren jullie niet een officiële stookplaats van kerstbomen? Nou, dat hebben we al in Schiedam gehad, maar vanwege de kosten wordt dit niet meer gedaan. Want dat kostte veel. En wat voor wapens hebben die gasten nou bij zich als ze gaan knokken? Nou ja, dat varieert van fietskettingen tot honkbalknuppels en weet ik veel allemaal. Nou, alle dingen die voor schrijven liggen zo'n beetje. Zijn dat allemaal kinderen? Nou ja, kinderen. Wat noem je kinderen? Hoe oud zijn ze dan? 12 tot de jaren 25 zo. Gaan de mensen ook tegen de politie vechten? Ja, dat gebeurt ook wel. Dat komt ook wel voor, als wij ergens kerstbomen weghalen, dat de mensen zich tegen de politie keren. Was het vroeger erger? Nee, dit schijnt een beetje met het jaar zijn dat wat ruwer te worden allemaal. Vroeger konden we het aardig onder controle krijgen, maar tegenwoordig is dat niet meer zo makkelijk. Nou, dat was het dan. En een prettig jaarwisseling. Van hetzelfde, en ik hoop dat je er wat aan hebt. Ja. Hé? Dag! Dag! Zo, wat zullen we nu doen? In de dierentuin, we moeten natuurlijk wel even kijken hoe dat in de dierentuin gaat met oud en nieuw. Nou, wat heb je hier nou te zoeken? Nee, hier heb je denk ik niks. Ja, geef mij ook maar. De dieren gaan nooit oud en nieuw vieren. Meestal. Niet? Nee. Meestal niet. Soms wel. Nee, helemaal niet. Nee, maar waar moeten we hier dan heen? Want ik zou niet weten wat. Nou, even bij de olifanten vragen, ze vuurpijlen afvuren. Krijgen de dieren ook oliebollen? Gaan we vragen. Oliebolletjes. Ja. Maar het is zeker van niet. Aan de kok. Aan de kok van de dierentuin vragen ze oliebolletjes. Ja, goed idee. Dat krijgen ze toch niet. Nee, natuurlijk niet, maar ik zeg het gewoon even vragen. Ja, maar daar heb je toch niks aan. Leuk, juist. Misschien zijn die beesten wel bang voor vuurwerk. Ja, je moet je snoep delen met ons. Ja, je bent je alleen niet snoep op schoot. Kom op, kan je. Galbak. Kom op. Mag het misschien weer even over kerstbomen gaan? En vergeet de dieren niet. Hier, Simon Zebra met het nieuwtje. De schuurpapier gaat nog steeds over kerstmis. En vergeet de dieren niet. Goeiedag. We zijn van de schuurpapier. We wilden even wat vragen aan iemand van de keuken. Een reportage van schuurpapier. Ja. Kijk eens, daar staat de grote meneer. Ah. Hé? Hey? Ja. Vraag het niet te moeilijk aan de man. Nee hoor. Bent u de chef-kok hier? Nee hoor. Nee?
chef kok. Wat? U zorgt wel voor het eten van de dieren. Ja, voor de verdeling ervan. Ja. We hebben dus een heel belangrijke, gewichtige vraag te stellen. Oh. Ik mag geen beantwoorden dan. In de Beekse Bergen, daar stond een foto en zo, dat de dieren daar een kerstdiner krijgen. Krijgen de dieren hier dat ook? Nee, hier krijgen ze allemaal 25 gulden, mogen ze in de stad gaan eten. Dat zou ik ook niet vermeerderen. Hé? Dat zou ik ook nodig. Ben je dan niet bang dat ze de computerspelletjes verkopen? Nee, daar zijn we zeker niet bang voor. Ze zijn hier nog een conservatief aangelegd, hè? Nee, maar we doen hier aan kerstmis niks voor de dieren, hoor. En we eten, krijgen ze hier ook oliebollen? Nee, dat is slecht voor ze, hè? Want er zit olie in. En dat is niet goed voor de dieren. Als jij te veel oliebol eet, is dat ook niet goed voor je. Feesten alleen maar gewoon echt eten, wat ze altijd krijgen. Alles krijg je elke dag ongeveer hetzelfde. Het is voor elke dag dierendag. Waar gaan ze met oud en nieuw eten? Ook in de dierengeiden. Wij niks extra's. Ze krijgen niks extra's, nee. In het restaurant. Die dieren hebben het hier zo goed dat in feite is het voor de dieren in die gelden. Bijna elke dag dierendag dus. Ook vuurpijlen en zo af. Nee, dat vinden we heel erg als ze dat doen. Hier vlak in de buurt. Schrikken ze daarvan? Schrikken de dieren heel erg van, ja. Paarden raken helemaal verslagen met antilopen. Lopen al die nesten van die hokken door de war. En dan lopen tegen de hek op. Daar schrikken ze van. Daarvoor willen we niet hebben dat de mensen in de buurt en kinderen hier rotjes afsteken. En vuurwerk. En ook niet in de dieren gaan schieten. En dan kunnen de dieren wel eens benen, poten breken en zo. Goed, hè, we gaan de stad in. Kijken hoe het met de kerstboomjacht gaat. Hoe lang was meegedaan aan de kerstboomjacht? Ja, nou en of, natuurlijk. Bij welke wijk was u? Het Oude Westen. Dus, en dan knokken tegen Krooswijk en zo? Onder andere, ja. Tegen al die wijken, tegen elkaar. Hadden ze nou vroeger ook al van die bijlen en fietskettingen? Nee, dat deden we niet. We deden alles met onze blote handen. Dat is nou geloof ik niet meer. Nee, dat gebeurt helemaal niet. Als je tegenwoordig ziet wat ze bijlen hebben, dan... Het is natuurlijk gevaarlijk. Goed, we gaan er naartoe. We komen nog een keertje langs. Dag. Dag. Hey, mee jongens? Hey, we kunnen ook nog bij het huis. Ja, jongens en meisjes, het is zover. De schuurpapier is op weg naar de Rotterdamse wijk Spangen. Daar regent het altijd. Wat zeg je? Als overal de zon schijnt, regent het nog steeds in Spangen. Kees, hou nou op met die flauwekul. Het is er al 40 jaar niet meer droog geweest, niet meer. Simon Zebra, uit de wijk Spangen inmiddels. Inderdaad, het regent hier bakstenen. Ja, mama, fijn. Zo, we zijn nou in Spangen. Ja, weet ik. Daar staan wat jongens. Ja, oké. Okay. Even vragen. Ja. Doen jullie ook met de kerstbomenjacht, nee? Nee, ik heb geen zin. Ja. Waarom doen jullie niet mee? Nou, een beetje flink. Maar ik ben zo. Toen ze hier kwamen, toen had ik hard moeten rennen. Ja, maar wij waren bijna plat. Ja, goed. Hij loopt even die kant. We zijn wel mee naar Schiedam gegaan, maar dat was een pijn ook daar. Je hebt wel geknokt met die gast uit Schiedam. Ja, maar je zag ineens al die stenen vliegen en die kogels naar je toe komen. Kogels? Ja, ze schoten van daken en zo en ze gooiden met stenen. Dat was niks. Ja, ja. Ja, zo. Eerst kwam Schiedam met de wagen hierheen en hebben ze die flippenkast en die tafelbal alles vermold. En toen is Spangen kwaad geworden, is hij naar Schiedam gegaan. Hebben ze daar nog pijn op gedaan. Hoeveel gaan jullie daar dan heen? Nou, we gaan daar niet meer heen. Er is nou eentje overleden. Eentje overleden? Ja, er zat eentje in de coma, maar die is gisteren overleden. Echt? Ja. Hoe kwam dat dan? Nou, die is in Schiedam hebben ze hem eerst helemaal tot de los geslagen. Helemaal teuten los geslagen. En toen is hij in de coma gegaan. Is hij in de coma overleden. Ja. Maar ik weet niet, ze gaan wraak nemen, denk ik. Schiedam? Nee, Spangen. Er is echt iemand doodgeslagen? Ja, Keizer. Ze hebben zij eens ingeslagen in Schiedam. Kleurigheid. In de krant stond dat iemand gewond was of zo. Ja, er was nog een jongen die hem wou helpen. Hebben ze zijn knieschijf door twee geslagen met een hakbel. Maar dat heeft toch geen moeite mee te maken met kerstbomen ofzo? Nou, volgens mij ook niet, maar ze hebben wat tegen ons waarschijnlijk. Want ik ben zelf 2 jaar geleden ook gepakt door 20 jongens uit Schiedam. Zomaar. Is het gewoon een soort...
Ja. Eeuwige ruzie tussen Spangen en Schiedam. Ja, volgens mij wel. Dat weer aangewakkerd wordt. Waanzinnig. Nou, hier zijn de kerstbomen. Dat zijn containers van de gemeente of zo. Ja, plus de rest, kijk maar. Vinden jullie het leuk om aan kerstboomjacht mee te doen? Tuurlijk. Tuurlijk. Ja. En als je nou in elkaar geslagen wordt door die gasten van Schiedam? Weg hebben, hè? Trots maar. Met een pijn in je hoofd. Maar jullie doen ook mee. Jullie zijn ja. Oh, ik ben de beste. Ik ben de beste, ja. Waar ben je dan beste? Ik kan wel zien in kerstbomen pikken. Ja. Hoeveel kerst... 2000 denk ik. 5000 kerstbomen. Nee, 2000. Vol. En... Tellen is niet je sterkste punt. Jij zegt 5000, jij zegt 2000. Nee, 2000. Ja, ik zeg 10.000. Ja, ik zeg 5.500. Ja, dat is wel leuk. En ik zeg 28.000. Waar verbranden jullie die dingen? Nou, we hebben een plein. En daar is onze hut, en dat op oudejaarsavond. Ja. En dit is onze hut, wat je al superhut voor in de regen. En voor s'nachts. Maar ze leggen hier gewoon een heleboel bomen onder een zeiltje, hè? Ja. Die worden dan s'nachts toch weggehaald? Nee, ze zijn veel te sterk. Proberen, kunnen ze proberen. Maar jullie slapen hier ook? Ja, ik niet. Hij slaapt hier niet. Hey. Iedereen blijft slapen. Hey, Ronnie. Ronnie! Jij slaapt hier vannacht? Ja, ik ook. Nee, vrijdagnacht. En waar slaap je dan? Ja, hierboven. Slaap je daar? Hoi! Zeelinglaaien! Waarom vind je het leuk? Nou, ja, het is avond, hè? Daar gaat het voor een groot vuur. Hé, hey, nog even één ding. Luister eens, iedereen mag zeggen wat hij wil. Maar als je allemaal tegelijk praat, dan krijg je een soort kippel. Oh ja. Dan bestaat het helemaal totaal niks. Dus als je wat wilt zeggen, dan kijk je mij even aan en dan duw ik dat ding zo om je neus. Ja. Goed, gaan we nog een keer proberen. Okay. Waarom doen jullie mee met kerstboomjacht? Vinden we leuk. Vinden we hartstikke leuk. Nou, om een vuur te maken, om gewoon meer kerstbomen bij elkaar te krijgen. Hè? En gaan jullie ook naar Schiedam? Nou, ik niet, want ik hoef een steen om mijn hoofd. Hoe gaat het nou kerstbomenjacht? Hoe laat beginnen wij ermee s'morgens? Nou, gewoon s'morgens vroeg, hè? 9 uur meestal. En dan zoeken. Overal lopen, welke steegjes en zo. Of mensen kerstbomen weggooien of van kleine jongens pikken. En we hebben ook bij Van de Ven hebben we ook allemaal kerstbomen mochten we allemaal weghalen. En bij het rookt heb als toevallig eentje een kerstboom bij het hangen achteraan rennen en eruit trekken, weet je wel. Gooi je er nou al veel mensen een kerstboom weg? Ja, na kerst meestal allemaal. Heleboel. Maar, voor je kerstmis? Voor je kerstmis. Moet je dat avond bedoelen? Nee, voor je kerstmis. Moet je altijd pikken. Maar dat doen jullie ook? Ja, bij de Ven in de Spaanse polder. Nou, er een dode geval is, durven jullie nou nog met de kerstboomjacht mee te doen? Ja, natuurlijk. Wat dacht jij dan? Dadelijk maken we hem dood. Dadelijk leg je ook in je grafkist. Ja, of niet. Wat voor wapens hebben jullie? Messen. Dit. Wat bij je? Komen ze dan? Maar die pik je stiekem mee thuis of zo? Nou, kopen we of vinden we en dan steken we het even. Je ouders die vinden dat, die zien dat we niet zitten. Ik loop nooit dus, als ze niet zien. Want die weet wat die deed, hè? Hey, en andere wijken, gaan jullie daar ook nog naartoe? Ja, meestal naar Bospolder, maar nou eigenlijk het meeste de Van Marenstraat, die moeten ze lekker flink in elkaar bouwen. Nee, de Bruinstraat. Nou, we gingen daar kerstbomen, hadden we met wagens daar, nou, heel veel kerstbomen. Nou, en toen kwam de politie, daar hadden we heel veel bomen van ons afgejat, wou 2000. De politie heeft 2000 bomen weggehaald. 1700. Wat doet de politie daar dan mee met die bomen? Ja, doodgaan. Naar de rood heb verbranden. En er waren twee vuilniswagens vol. En er waren nog heel zootje over daar. Mag je die kerstbomen nou officieel in de hand steken? Ja, nee. Eigenlijk wel. Nee, mag niet. Mag niet. Hebben jullie een klacht voor diefstal ingediend bij de politie? Waarvoor? Over die kerstbomen. Dat de pliks dat weggehaald hebben. Dat is toch geen diefstal? Dat is toch geen diefstal, of wel? Als de pliks weggehaald, is er geen diefstal? Tuurlijk. Zo, dan weet je meer als ik. Ja, jij vindt het wel diefstal? Ja, eigenlijk wel. Hun hebben ze bij elkaar gezocht. Nee, maar de politie die haalt die dingen weg omdat ze bang zijn dat je huis in brand vliegen. Ja. Ja, tuurlijk. Maar dat is ook normaal, want zoveel bomen bij elkaar, dat is natuurlijk een beetje brandgevaar. Ja. Wij zullen Schiedam niet met rust laten. Zo. Hey.
één dooi van ons en er zijn er 3 dooi van hun. Dat is de laatste commentaar. Jongens en meisjes, het is niet waar dat er Cubaanse soldaten aanwezig zijn in Spangen. En het is ook niet waar dat Yasser Arafat er een kijkje is wezen nemen. Maar er is wel een dooie te betreuren. Ja zeg, maak het nou niet erger dan het al is, hè? Vraag het anders even aan die mevrouw. Mevrouw, wat vindt u van de kerstbomenjacht? De kerstbomenjacht? Nou, als ze maar niet vechten, vind ik het leuk. Ja, de jongens moeten niet om vechten. Dat is niet zo leuk natuurlijk. Maar er wordt wel omgevochten, hè? Ja, heel erg. Vooral hier, hè? Het Schiedamse jongens en de Rotterdamse jongens. Dat is niet leuk. Ben ik bang dat u ook met u ook gevochten? Ik kon er niet in de buurt. Daar ben ik wel een beetje oud voor, hè? Ik vecht niet meer om kerstbomen. Is het waar dat er een jongen gedood is bij dat vechten? Ja, dat zou ik niet weten. Van Spangen of van Schiedam? Van Spangen. Ja, dat zegt nou iedereen. Een paar doodmaken. Denk het wel, ja. Ik weet niet. Wanneer moet dat dan gebeurd zijn? Ik weet niet. Er was een jongen gisteren. Hij is gisteren doodgegaan. Vandaag in de krant moeten staan. Ik heb er niks van voor gehoord. Ik ben heel weinig thuis, dus ik hoor het niet zoveel uit de buurt. En wat? Hij lag in coma en is hij doodgegaan gisteren. En er lag er toch ook een in het Dijkzichtziekenhuis? Ja, dat is hem. Maar als mensen doodgaan, dan heeft het toch niks meer met kerstboomjacht te maken eigenlijk? Ja. Onzin. Ja, maar ze hadden een jongen in elkaar geslagen, wou toen gaan helpen. En toen, Schiedammers hadden ze in elkaar geslagen. Hadden ze eentje in elkaar geslagen en toen ging die andere hem helpen. Dan zaten ze achter de kortenen, hebben ze met ijzeren buizen en ze op zijn hoofd geslagen en zo. Toen lag hij in coma. Ik weet niet wat er toen is gebeurd. En gisteren is hij dood gegaan. O Dendeboom, o Dendeboom. Wat zijn je takken wonderschoon. En het was in de dagen na kerstmis dat de kinderen elkaar de hersens kliefden. Weet je het zeker? Kijk maar in de krant. Nou, we zijn nu een winkel ingelopen en daar wordt normaal het vrije volk uitgedeeld. En daar hebben we even gekeken in de krant of het nou echt waar is van die jongen. Ja, hier dood naar Rel, Rotterdam. Ten gevolge van zijn verwondingen opgelopen bij een gevecht om kerstbomen is gisterenmiddag een Rotterdamse jongen overleden. Dus het is toch waar? Hoe lang duurt het nou al zo? Nou, dat is al, dat dateert al zo'n jaar of 15 à 20 dat het bezig is. Ja, zeker al. En voorheen, toen hadden wij ons lokaal in de Jussen van Effenstraat. En daar was het altijd geraakt, hè, want daar hadden ze dus bepaalde pakhuizen hadden ze daar dus. Dat mochten ze in beheer hebben. En daar werden dan die bomen verzameld. Maar door die strijd uit andere gedeeltes van de stad vandaan, krijg je dus hier die rellen altijd. Hè. Is dat altijd zo erg? Altijd, ja. Ja. Er zijn hier altijd groepen die hier naartoe komen en die daar dus vechten om die bomen eigenlijk. Hè. Hoeveel doden vallen er dan? Nou, er is tot heden toe nog niks gebeurd, alleen maar gewonden. Dit is nou het eerste ernstige geval. Ja. Wat moet er tegen gebeuren? Nou, er zijn wijkagenten zijn hier geweest, die hebben alles, vorig jaar is dat zelfs nog gebeurd. Dan heeft die wijkagent, die heeft al die bomen in beslag laten nemen. Alles. Toen waren ze alles kwijt, alles expres al, om die rellen te voorkomen. Maar ja, dat vechten, dat... Nou, met die kerstmis ook, daar hadden ze nog helemaal niet op gerekend. Want oorspronkelijk is het altijd zo tegen de nieuwjaar. Maar nu is dat al veel vroeger. En daar was de bezetting van de politie ook niet naar. Dus ze konden er niet tegen optreden ook, hè. Simon Zebra stelt voor dat de schuurpapier zich terugtrekt van het front. Ga maar terug naar de dierentuin. Je kan beter over oorlog praten dan dat je er midden tussen zit. En wat is er tegen patat? Ja, mama, fijn. Nou, we zitten dus weer lekker in de dierentuin patat te eten. En de goofie is weer naar huis gegaan. Want hij gaat straks bij zijn tante slapen. Ja. Maar wij zitten gewoon lekker te eten. Jullie vonden het heel erg, hè? Heel eng. Ja, we vonden het heel eng. En zeker, want we daar... niet zo weer. Want we dachten, misschien gaan ze daar ons in elkaar slaan. Was je bang? Ja. Voor wie? Ja, voor de gasten. Eerst geloofde ik niet dat die man dood is, maar toen zijn we naar het Vrije Volk gegaan. En daar zeiden de mensen dat die dood was en het stond ook in de krant.
Maar dan kan je echt nooit meer leuk kerstboomjacht doen als mensen doodgeslagen worden. Dat is toch heel erg? Maar er was gewoon, een oude veter tussen. Gewoon? Ja. Vind je dat gewoon? Nee, die was al 15 jaar. Volgens die vent. Ik vind dus dat er afgesproken moet worden dat iedereen voortaan weer kerstboomjacht doet met je blote handen, hè? Ja, vind ik ook. Ja, vind ik ook. Is beter. Ja, kijk, je kan er minder verwonding mee aanbrengen dan met een bijl en een fietsketting. Het is op zich al belachelijk dat je gaat vechten. Ja. Maar als je dan vecht, gewoon met je blote handen. En niet met z'n mef, hadden ze daar een hele grote mes. Ja, dat hebben we niet eens verteld, hè? Nee, maar ze hadden daar een hele grote mes, alle kinderen. En zij van de moeder, die wisten het eigenlijk niet dat ze dat deden. We hadden gewoon een heel groot keukenmes meegejat. Ja. Zo'n vleesmes. Broodmes, hè? Nou, vleesmes zijn best scherp. Dat is zo, dus helemaal. En ze liet het zien. Ging u vroeger ook vechten met andere mensen? Nou, met kerstboomjacht gingen we wel met. En niet met bijlen en messen en zo. We gingen wel vechten, maar. Niet op zo. We hebben ook nooit iemand doodgeslagen of zo. Wel als dat iemand. Ja, een blauw oog of bloedneus, dat soort dingen. Nou, dat is dan niet zo erg. Nou, dat is ook niet leuk hoor, als je een blauw oog hebt. Nee, dat niet, maar het is wel heel minder als je een bloedneus hebt dan dat je bijvoorbeeld een hersenschudding of zo hebt. Kan je je voorstellen, Sinclair, dat je met een groepje vriendjes iets gaat doen en dat je dan een bijl meeneemt? Nou, dat neem ik niet mee. Als mensen mij gaan slaan met mes of zo, nou, en ik was een stoere jongen, maar dat ben ik niet. Nou, dan zou ik ook wel met messen gaan vechten, maar dat doe ik niet. En jij? Ik ook niet. Nee, ik ben al tegengeweld, dus. Als ik een stoere jongen was, zou ik het wel gedaan. Als ze hun ook met messen gingen slaan, kinderen of zo. Maar nou niet? Nee, nou niet. Maar waarom ben je dan geen stoere jongen? Hoe komt dat dan, dat verschil? Gewoon. Stoere jongen is voor dingen niet bang. En ik ben wel voor sommige dingen bang en zo. Dat is een stuk beter, denk ik. Ja. Het is toch hartstikke gestoord als je met een bijl op straat gaat lopen om een kerstboom ruzietje. Dat is toch belachelijk? Dat slaat er eigenlijk helemaal nergens op. Je kunt ook toch kranten met nieuwjaar zo in de fik steken? Waar een kerstboom. Moet je daar nou nog wel mee door blijven gaan met kerstbomenjacht? Als zulke soort dingen gebeuren? Nee, juist niet. Daar moet je juist mee stoppen. Of de politie en zo, en ze moeten dan voor rechters en zo maken dat het weer goed komt. Dat er weer een leuke kerstbomenjacht komt. Ja, maar als ze het erg gaan doen, dan moet er gewoon geen kerstbomenjacht meer komen. Hé, wat een heilige boontje zeg. Alleen omdat ze nog zo verschrikkelijk klein zijn, durven ze niet mee te doen. Maar anders. Oh, dendeboom. Ja, zo hè. Eerst nog even dit. Jullie luisteren naar De Schuurpapier, een programma van de vereniging Oorsmeer. Simon wenst jullie tot volgende week. Oh, dendeboom. Oh, dendeboom. Wat zijn je takken wonderschoon. Ah, mama, fijn. En hier eindigt dan Varen Woensdag op 2. Morgen, dat is dus donderdag 5 januari, dan zijn we er weer op de klassieke zender Hilversum 4. En dan starten we na het nieuws met Morgenrood.